Rob gaat in middelharnis binnen bij deze bijzondere lunchroom. Hallo. Hallo. Ik ben Rob van Programma PC. Hallo. Hallo. Ja, we willen graag kijken nemen, de keuken, dat mag. Tuurlijk, mag. Nou, snel de witte jas aan en hop de keuken in. Nou, daar gaan we. We leiden een lunchroom en die wordt geleid door mensen met een beperking. Oké, mooi. Rob begint met het wassen van zijn handen. Maar het was te verwachten. Het blijkt nog net zo'n gore jamboel. Ah, godverdomme. Alle wc's zitten onder. Het is nu nog viezer dan het al was. Bah. Nou, dan ga je eigenlijk met de inspectie beginnen. Vol goede hoop. Makkelijk. Kijk, hier plukken haar, hè. Er liggen overal wat plukken haar ook, hè. Als je hier kijkt, het is Dat was voor het vlees. Heel goed. Echt vies goor. Hier, aan de prullenbak zo mijn viezigheid. Volgens mij is dat ook ontlasting. En je ziet heel veel schimmel. Maar kijken. Er wordt ook consequent goed mee gewerkt? Absoluut. Ja? Iedereen weet. Want ook, het is echt goor. Dus kijk hoe het er allemaal uitziet, jongen. Overal haren, viezigheid. Die muren zijn helemaal besmeurd. Overmaat van ramp. Ligt in ons lipje. Wie weet hoe lang die er al ligt. Het is te goor voor woorden. Dit is helemaal toppie. Ik heb nu gauw die bakken vol. Oud bain-marie, dat wordt heel gauw zacht. En met dat ook. Dat leent zich helemaal hier niet voor. En als je nu kijkt, bijvoorbeeld bij deze vis. Prima gecodeerd, wanneer het gemaakt is. Dus overzicht voor iedereen. Ew, wat is dat? Kijk op bloed. Dit is helemaal toppie. Het is helemaal onder de schimmel, kijk eens. Ja, dit is echt een hele vieze smeer, hoor dit. Kijk op hier. Er is weer een hand. Wat zouden jullie nou wel vinden als we hier een keurmerk gaan plakken aan de buitenkant? Helemaal top. Ja, dan is er maar één conclusie mogelijk. Deze zaak krijgt het Smaakpolitie OK keurmerk. Gefeliciteerd. Nou jongens, applaus voor jezelf, hè. Toppie. Geweldig, geweldig, ja. Ja. Die vinden het.